Welkom jullie allemaal die hier gekomen bent voor deze viering, een ecumenische viering in de Protestantse kerk in Egmond aan Zee. Een beginnetje, we kijken al uit naar 7 juni, dat er weer wat meer mensen in de kerk kunnen zitten. Welkom ook aan iedereen die via RTV 80 met ons verbonden is om deze viering mee te vieren thuis. De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, Weeskinderenzondag. We vieren vandaag hier in Egmond en we kunnen rekenen op de medewerking van organist Gert-Jan Mostert en bariton Job Hubatka. Welkom ook voor jullie en heel fijn dat jullie meewerken aan deze dienst. We vangen deze dienst aan met het zingen van Psalm 27, de verzen 1 en 7 door de gemeente en het vierde couplet door Job. Thank you.
Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer. God, gij die niet woont in enig werk van mensenhanden, gij in uw hemel verborgen in ontoegankelijk licht, gedenk dat al sinds eeuwen op deze plaats uw naam geroepen wordt, dat tussen deze muren tot u gebeden is, in goede en kwade dagen, dat uw woord hier is gehoord en doorgegeven tot op vandaag en mensen heeft bemoedigd en gekeerd tot u. Kom dan ook over ons met uw geest. Deze viering mogen ons kracht geven, dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. Amen. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan. We zingen lied 215, de oneven coupletten door de gemeente. En wie weet, de gemeente thuis zingt mee. En de even coupletten door Job.
willen we God laten weten dat we weet hebben van de pijn en de zorgen in de wereld. We bidden het Kyriëgebed. Barmhartige God, hoe kunnen wij uw lof zingen? Ons geloof is schraal geworden. Want zoveel is er op aarde dat uw genade tegenspreekt. Onpeilbaar verdriet, ondraaglijke pijn, onnoemelijke angst. Waar bent u, God? Hoort u ons? Bij u zoeken we ons heil. Ontferm u toch. Daarom roepen wij en zingen. Onze hoop vervliegt. Zal er ooit vrede zijn? Zal ooit een einde komen aan oorlog en dood, aan honger en dorst? Zal ooit uw aarde een tuin zijn van vrede en recht? Waar bent u, God? Ziet u ons? Bij u zoeken wij ons heil. Ontferm u toch. Daarom roepen wij en zingen. Barmhartige God, onze liefde vervaagt. Zoveel mensen lijden aan mensen, worden geknecht, opgejaagd, uitgebuit. Zoveel slaven van de economie, verstoken van medemenselijkheid. Waar bent u, God? Hebt gij ons waarlijk lief? Bij u zoeken we ons heil. Ontferm u toch. Daarom roepen wij en zingen. God, toon ons toch uw geloof, uw hoop en uw liefde. En woon in onze gebeden, nu en altijd. Amen. We zingen het Gloria-lied. Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke naam. Lied 305. De gemeente zingt het eerste en derde couplet en Job het tweede.
lezen we uit de Handelingen van de Apostelen. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad aangekomen waren, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon de IJveraar, en Judas, de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Hier eindigt de lezing uit de Handelingen van de Apostelen. En we lezen ook uit het Evangelie van Johannes. Zo sprak hij, dat is Jezus. En nadat hij gesproken had, sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij hebt opgedragen. Vader, verhef mij tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij gegeven hebt, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb, aan hen doorgegeven. Zij hebben ze aanvaard. En nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij gegeven hebt, omdat zij van u zijn. Alles wat van mij is, is van u. En alles wat van u is, is van mij. En omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld. Ik ga naar u toe. Maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt. Geen van hen is verloren gegaan, behalve hij die verloren moest gaan, opdat de schrift in vervulling ging. Nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Hier eindigt de lezing uit het Heilig Evangelie. We zingen Alleluia-lied. Job, het eerste vers. En de gemeente hier in de kerk en thuis, het tweede vers.
den Herrn. Zeven. Want dat
naar Egmond. Vinden de weg terug als toerist of langzaam aan als inwoners van Derp of van Egmond aan de Hoef en Egmond binnen. Om weer door de straat, over de boulevard en door de voorstraat te lopen, voetje voor voetje. Onderweg zijn. En daarbij elkaar goed in het oog houden. Want je zou maar eens te dicht bij die ander komen. Dichterbij dan die anderhalve meter. Vandaar dat we hier ook zo uit elkaar zitten. Ja, behalve zij die één huishouden vormen, die zitten naast elkaar. Dus kijkers, verbaast u niet, het mag. Afstand houden, maar juist in die afstand elkaar nabij zijn. Is het ook niet juist die afstand die op Hemelvaartsdag afgelopen donderdag aan de orde komt in de kerken en in de liturgie? Er zijn tekeningen of schilderijen bekend waar Jezus bij de hemelvaart omhoog stijgt in een wolk. En dan zien ze alleen nog zijn voeten uit die wolk. Hoe wonderlijk zie je nu die voeten op straat in Egmond aan Zee. Deed u dat ook denken aan de hemelvaart? Of denk ik dan te ver door? Of is het juist daar waar mensen worden aangesproken in de schriften, wat staat gij naar de hemel te staren? Eigenlijk een oproep om met beide benen op de grond te blijven. Op de plek waar je woont en werkt, waar je bent, waar je gaat en waar je staat. Die voeten op de straat verwijzen ons eigenlijk ook omhoog, maar houden ons gebonden aan de aarde. Aan deze prachtige grond, hier dit Egmond aan Zee. De apostel Paulus noemde zijn mensen soms burgers van de hemel. En daarmee bedoelde hij niet mensen die met één voet in het graf zouden staan. Nee, juist mensen die met beide benen op de grond staan. Want je kunt in die voeten op de straat, kun je gaan staan. En dan sta je in een cirkeltje. Doet u het maar eens als u vanmiddag weer, denk ik zo, door de straat loopt. Ga staan op die plek. En loop dan weer verder. En misschien doen andere mensen dat ook, om in die cirkel te gaan staan. En dan te kijken wat er onderweg gebeurt. Met beide benen op de grond staan. En weten wat er gedaan moet worden om Gods koninkrijk hier op aarde werkelijkheid te laten worden. En Gods koninkrijk op aarde werkelijkheid laten worden, heeft dat ook niet te maken met de manier waarop we met elkaar omgaan. Nu in deze coronatijd met die anderhalve meter. Kan in die afstand ook niet de nabijheid van Gods koninkrijk zichtbaar worden. De volgelingen van Jezus bleven niet verbaasd naar de hemel staren. Naar hun ten hemel gevaren Heer. Maar ze worden zelf ingeschakeld. Zo horen we uit de handelingen van de apostelen dat ze met blijdschap terugkeren naar Jeruzalem. En dat ze bij elkaar blijven in gebed. En er worden de namen van al die mannen genoemd. Sorry dames. Namen van mannen. En dan hoor je dat Maria er ook is en enkele vrouwen. Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. En dan wordt het ineens interessant. Hey, had Jezus volgens de schriften broers? Eén grote familie die bij elkaar blijft. Die bij elkaar blijft komen en die ondanks alles de moed erin houdt. Als er nou mensen tussen zitten die één huishouden vormen, zoals misschien Jacobus en de zoon van Jacobus, dan mogen ze dichter bij elkaar zitten in onze tijd. En anders houden ze afstand. Maar ook in die afstand kun je mensen nabij zijn, kun je een kring vormen. Zoals we hier vanochtend doen.
Het gaat pas goed beginnen wanneer mensen in afwachting zijn van de Heilige Geest. Die afwachting is volledig aanwezig in het boek van de Handelingen van de Apostelen, maar ook in de lezing uit het Evangelie van Johannes. Het klinkt eigenlijk als een blijde verwachting. Het Evangelie van Johannes is dikwijls ingewikkeld. En je moet nog een keer en nog een keer lezen om het misschien enigszins te begrijpen. En dat begrijpen gaat dan voetje voor voetje. En daarmee zijn we weer in de straat met die voeten in die cirkel. Kunnen wij als christenen die weg gaan, voetje voor voetje, die weg van afwachting, die weg van de komst van de 7 gaven van de geest, waar die 7 strandopgangen mij althans aan deden herinneren. Kunnen we die blijde verwachting opbrengen, zoals de leerlingen van toen? Eensgezind biddend met Maria en blij wachtend op de dingen die komen gaan. En tot onze troost vertelt het evangelie van vandaag dat Jezus voor ons gebeden heeft. Ja, dus niet alleen voor de schrijver van het evangelie of de lezers van toen, maar ook voor ons vandaag, 24 mei 2020. Als wij bidden, dan bidt Jezus met ons mee. Hij bad, en misschien is dat ook wel een troostende gedachte, dat hij dat ook nodig had om kracht voor zichzelf, dat gebed. Opdat hij zijn roeping ten einde toe wist te volbrengen. Want er wordt veel van hem gevraagd. Want dit stuk evangelie is geschreven voordat hij zijn lijden en dood ging aanvaarden. Hij bereidde zich voor op wat er komen ging. Maar het grootste gedeelte van dit gebed, ook wel genoemd het hoge priesterlijk gebed, is een bede voor zijn mensen. Een bede voor zijn mensen. En dat kan voor ons, terwijl we in de laatste week zijn in de voorbereiding op het feest van Pinksteren, kan dat heel troostend zijn. Ik vind het erg troostend. Te bedenken dat Jezus voor ons gebeden heeft, opdat wij stand houden door alles heen. We worden niet aan ons lot overgelaten. We hoeven niet alleen maar te zuchten en te kreunen onder de zwaarte van onze levensopdrachten. Want het is nou niet bepaald zo dat het in het leven altijd alleen maar meezit. Ook alle ellende, ook alle verdriet, alle teleurstelling dragen we met ons mee. Maar er is één die voor ons opkomt, die aan ons denkt, wat er ook gebeurt, die ons uitnodigt om te kijken daar waar hij aanwezig is in ons leven. U kent misschien dat verhaal wel van iemand die liep langs het strand. En die liep langs het strand en zag maar één paar voetsporen. En diegene was in gesprek met God. En die zegt: God, waar was je toen ik je nodig had? Waarom liep je niet naast mij, opdat we samen konden gaan? En dan is het antwoord in het verhaal: maar mijn lieve kind, toen jij het zo moeilijk had, toen alleen dat ene paar voetstappen, toen heb ik jou gedragen. Voetstappen in de voorstraat. Eén paar, geen twee naast elkaar, samen uit één huishouden bij elkaar blijven. Maar één paar voetstappen die ons ook mogen herinneren aan God die ons draagt in ons leven. Geloven ligt op straat, hier in Egmond. 7 strandopgangen, 7 gaven van de geest, de voetstappen op de weg die we gaan. Eigenlijk heeft, denk ik, de winkeliersvereniging en ook de burgerlijke gemeente daar helemaal niet aan gedacht. Aan dit soort
uitleg of inleg. Maar is het juist dat niet wat ons mensen gaande houdt in deze dagen om meer te zien dan er is? Om de uitdaging aan te gaan die ons geboden wordt. Om te bouwen aan het koninkrijk dat midden onder ons is en tegelijk ook niet van deze wereld. Het is anders. Het is nieuw. Het gaat uit van het onmogelijke dat mogelijk moet zijn. Het gaat uit van losmaken van die situaties die verhard zijn. Het vernieuwen van dingen die verstard zijn. En dan beseffen we ook, hoe is het mogelijk dat er nog steeds zulke vreselijke dingen gebeuren in ons midden? De aanslagen op mensen, de moorden die gepleegd worden. Mensen die in koele bloeden een kopje kleiner worden gemaakt. Ook dat gebeurt nog steeds in onze wereld. Ook daar waar een boa op het strand in IJmuiden flinke klappen krijgt te verduren en uiteindelijk in het ziekenhuis belandt. Waar zijn we in godsnaam mee bezig, denk ik dan. Hou afstand tot elkaar, maar wees elkaar nabij. Maar was elkaar niet de oren en al helemaal niet timmer op deze wijze op elkaar in. Dat is niet bepaald iets waar het koninkrijk van God dichterbij van komt. We vragen om hulp. We vragen in deze dagen om de komst van de Heilige Geest. Maar dat niet alleen. Die geest kan alleen maar komen als ons hart bereid is. Als er in ons hart de bereidheid is om onszelf te vernieuwen. En hoe actueel is dan dat meer dan 1000 jaar oude lied, Kom Schepper Geest. Of in het Latijn Veni Creator Spiritus. De geest die zacht maakt wat onbuigzaam is. De geest die het kille hart koestert. De geest die leidt wie zelf de weg niet vond. Als je de weg niet meer weet in Egmond, dan volg je de voetstappen. Dan kijk je naar die volgende twee. Alsof de weg voor jou bereid wordt. De geest die wij bidden om te komen met de liefde. Opdat onze toekomst heilig zij. Opdat de vreugde ons niet meer vergaat. Kom, o geest des Heren, kom. Zo zij het. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zing voor de Heer een nieuw gezang. We zingen lied 655, de oneven coupletten door de gemeente en het tweede en vierde door Job. Thank you.
zullen in de voorbeden ook aandacht besteden aan de stichting Mozaïek, waar de collecte voor gehouden wordt straks. Op Lesbos is de stichting Mozaïek actief om hoop en houvast te bieden aan mensen die in een uitzichtloze en in een vaak onmenselijke situatie leven in vluchtelingenkampen. Met zo'n 40 vrijwilligers runt Alice Kleinschmidt van die stichting Mozaïek een supportcentrum. En met name voor de kinderen en de jongeren wordt er van alles georganiseerd aan lessen, therapie, muziek en dans. Voor hen zullen we dus straks ook de voorbeden doen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, Gij die ons altijd nabij wilt zijn, wij danken U voor Uw zorg, Uw liefde, Uw omzien naar mensen. Geloofd zij Uw naam, ons licht, ons heil. Wij danken U voor Uw Zoon, levend voorbeeld van Uw geloof, Uw hoop, Uw liefde. Gerechtigheid was het die Hem bewoog, liefde die Hem bezielde. Zo leeft Hij voor ons, zo leeft Hij ons voor, zo leeft Hij in ons voort. God, onze Schepper en Koning, wij bidden U, maak ons trouwe hoeders van Uw schepping in deze wereldtijd. Uw Rijk zal komen. Dat wij het niet zijn die Uw Rijk vertragen door in gemakzucht te blijven steken. Zend ons toch Uw Pinkstervuur. God, wij dragen aan U op de miljoenen mensen die moesten vluchten, ontheemd zijn. Dat zij mensen ontmoeten bevlogen van Uw liefde die waarlijk mens voor hen zijn. Wij bidden U voor mensen die recht en onrecht in eigen hand nemen en zonder genade anderen liquideren. Vanmorgen bidden wij U in het bijzonder voor alle kinderen die geen ouders meer hebben en hen zo vreselijk missen. Hoed Gij hen liefdevol, Heer, en geef dat er mensen zijn die opstaan en hen met warmte omringen en opvoeden. Zend ons toch Uw Pinkstervuur. Heer, wij bidden U voor de mensen die betrokken zijn bij het project van de Stichting Mozaïek. Bemoedig hen in hun werk. Sterk hen in de zekerheid dat vluchtelingen recht hebben op een menswaardig bestaan. Leer ons helpen waar wij kunnen. Heer, zie ons aan als wij Uw aangezicht zoeken in de stilte van ons hart. Eerbiedig spreken we het gebed uit dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden waren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Tijdens het collectemoment, we zullen dat later samen digitaal doen, musiceren Gert-Jan en Job
Ze zingen Ascension Tide, het lied dat jullie is toegestuurd via de computer. Een hemelvaartslied geschreven door Compilers, een tekstschrijver die in 1904 overleed. De melodie bestond toen al en die is van Clark, een componist die 2 eeuwen eerder in 1707 overleed. Ascension Tide. Van de geest. We hebben niet het nakijken, we hebben te verwachten. Ga in de kracht die je hebt gekregen. Ga in eenvoud, lichtvoetig, zachtmoedig, op zoek naar de liefde, in gezelschap van de geest. De zegen wordt gezongen door Job, begeleid door Gert-Jan. The Lord be.
Bless You and Keep You van John Rutter.